Het is bijna kerst. We kregen weer heel wat vragen in onze mailbox en die ga ik vandaag voor jullie beantwoorden. Saskia stuurde ons een vraag over haar kerstfeest. Ze wil daar graag dit jaar een buiten-event van maken en ze dacht zelf aan een hapjeswandeling. Wel Saskia, dat vinden wij al een heel leuk idee, want wat zou kerstmis zijn zonder de hapjes? Op libellelekker.be vind je heel wat ideetjes voor koude en warme hapjes. Maar er zijn nog heel veel mogelijkheden voor een buitenfeest. Je zou bijvoorbeeld een winterbarbecue kunnen organiseren. Of als je zo'n driepikkel hebt, dan zou je een wildstoofpotje kunnen maken voor je gasten. Heel gezellig, met zowel vuurkorven erbij, zodanig dat iedereen het lekker warm heeft. Ook je raclette-stijl, fondue-stijl, gourmet-stijl is makkelijk buiten te zetten. En iedereen vindt dat fijn om te doen met de feestdagen. Of wat je ook zou kunnen doen, is een pizza-oven huren. Die kun je tegenwoordig huren met of zonder pizzabakker. En ik zou dan kiezen voor iets feestelijkere ingrediënten, zoals een beetje wildcharcuterie om erop te leggen. Of bospaddenstoelen op je pizza. Alles wat het lekker en feestelijk maakt. Veel succes! Sarah wil voor kerst een winterbarbecue organiseren, maar ze vraagt zich af wat nu leuke gerechtjes zouden zijn voor op de barbecue. Je kunt een winterbarbecue ook heel feestelijk maken. Wat de meeste mensen in de zomer doen is een beetje worstjes, wat kip op de barbecue gooien en daar een salade bij. Probeer dat een beetje om te denken naar kerst. Leg bijvoorbeeld spiesjes van kalkoen op de barbecue. Of vraag aan de slager of hij worstjes heeft met wild of andere speciale worstjes. Dan maakt het meteen een beetje feestelijk. Wat je ook kunt doen, is een klassiek kerstmenu vertalen naar een barbecue. Dus maak je gewoonlijk een hapje of een voorgerecht met gerookte zalm. Dan kan je die zalm misschien dit jaar eens zelf roken op de barbecue. Leg everzwijnkoteletjes op de barbecue voor een feestelijk gerecht. En zorg ook in de salades dat die toch aan kerst doen denken. Een tomatensalade of een pastasalade ga je in de winter niet serveren. Maar je kunt wel een salade van fijn gesnipperde spruitjes met cranberries eronder bijvoorbeeld. Of een witloofsalade met wat mandarijn erdoor. En natuurlijk een grote schaal kroketjes erbij. Want wat is kerstmis zonder kroketten? Karin die wil zich graag de stress besparen en wil graag een hoofdgerecht van ons weten wat ze volledig vooraf kan klaarmaken. Ik zou dan kiezen voor een stoofpot. Die kun je volledig afwerken op voorhand en hoef je alleen nog op te warmen. Of je zou ook kunnen gaan voor een gebraad. Dat is ook handig als je gasten hebt. Dat kan je vooraf aanbraden en je hoeft het dan op het moment zelf alleen nog in de oven verder te garen. Wat heel handig is, is als je geen ingewikkelde groentebereidingen gaat maken, maar gewoon een ovenplaat vol legt met stukjes wintergroente en die dan roostert in de oven. Daarbij maak je dan best een gemakkelijke aardappelbereiding, zoals gratin dauphinois of kroketjes of een grote schaal puree en je bent klaar. Marlies heeft een probleem met haar zelfgemaakte bladerdeeghapjes. Die zijn van onder microkant genoeg, vindt ze. En hoe kan ze dat vermijden? Wel Marlies, het is belangrijk dat je voor je bladerdeeghapjes een vulling maakt die dik genoeg is. Dus maak je bijvoorbeeld iets met een kaassaus, maak die dan iets dikker dan je gewoon zou doen. Dat zorgt ervoor dat het bovenop het deeg blijft liggen en dat het er niet intrekt. Als je bijvoorbeeld iets met tomatensaus gaat maken, dan is een heel dun laagje al voldoende om smaak en kleur te geven. Wat je eventueel kunt doen, is je bladerdeeghapjes op een pizzasteen of op een geperforeerde bakplaat in de oven zetten. Zo kan de warmte er ook langs onder goed aan. Veel succes met de hapjes! Helene is op zoek naar een kindvriendelijk gerechtje voor kerst dat er toch feestelijker uitziet dan een hoop puree en een chipolataworstje. Dat snappen we, Helene. Wij hebben ook graag dat het er iets feestelijker uitziet. Ik zelf maak eigenlijk bijna nooit iets helemaal apart voor de kinderen, maar ik vervang wel de dingen die ze minder lekker vinden door iets wat wel kindvriendelijk is. Bijvoorbeeld een grote schaal appelmoes in plaats van zo van die gevulde appeltjes met veenbessen. Wat ik ook doe is iets moeilijkere ingrediënten, zoals bijvoorbeeld champignons,
weglaten uit het gerecht. Dus die kun je perfect apart bakken en erbij serveren voor de volwassenen of voor de kinderen die het wel lusten. En zo hoeven de kindjes die champignons niet lusten, ze niet uit hun bord te gaan vissen. En zo vermijd je op voorhand al drama's. Christine die wil graag haar gasten omverblazen met een spectaculaire cocktail dit jaar. En ze vroeg ons tips. Wel Christine, het belangrijkste vind ik persoonlijk is het glas. Serveer een cocktail in een mooi glas en ziet er meteen feestelijk uit. Tegenwoordig heb je zo die mooie geslepen glazen. Dat ziet er meteen heel kerstig uit. Je moet ook nadenken over hoe dat je je drankje gaat versieren. Wat ik zelf graag doe, is bijvoorbeeld ijsblokjes maken en daar kruiden, specerijen, besjes in invriezen. Dat geeft een heel mooi effect in het glas. En je kunt ook werken met bijvoorbeeld eetbare bloemetjes. Bijvoorbeeld in een gin tonic heb ik hier een ijsblokje met sterrenijs gemaakt. En eentje met een beetje rode besjes en rozemarijn. Een beetje gin. Erover aanvullen met tonic. En eventueel kun je daar nog een takje rozemarijn in stoppen. Iets wat nog een beetje extra kleur brengt. Ik ga hier nu nog een extra ijsblokje bij doen. Dat ziet er meteen mooi en feestelijk uit. Misschien nog een tip. Maak je ijsblokjes met water wat je eerst hebt gekookt en hebt laten afkoelen. Dan worden ze mooi doorzichtig. Blossom maakt dit jaar eggnog voor haar gasten en vraagt zich af hoe ze die warme eggnog op voorhand kan maken en toch lekker schuimig serveren. Het inzakken van dat schuim, dat komt doordat de eggnog warm is. Dus als je hem echt schuimig wil serveren, dan kan je hem beter koud serveren. En je kunt je eiermengsel dan al gerust enkele uren op voorhand maken. In de koelkast bewaren. Je moet het zelfs zeker 2 uur laten afkoelen. En dan pas je eiwit opkloppen en erdoor doen. En zo kun je toch lekker schuimige eggnog serveren. Christel heeft altijd het probleem dat de oven vol met eten staat en dat ze dan haar borden niet meer kan voorverwarmen. De handigste manier, vind ik zelf, is gewoon de gootsteen laten vollopen met heet water en daar je borden een 10-tal minuutjes in laten staan. Zo worden ze lekker warm. En wat je dan wel best doet, is iemand naast je in de keuken vragen die de borden eruit kan halen en afdrogen zodanig dat jij de borden mooi kunt dresseren. Cato die wil graag weten hoe lang dat je ijs op voorhand uit de diepvriezer moet zetten om het goed te kunnen scheppen. Wel, daar is inderdaad een regeltje voor, Cato. Dat ijs kan je best 20 à 30 minuten voordat je het gaat serveren uit de diepvriezer nemen en in de koelkast zetten. Zo smelt het niet helemaal, maar wordt het wel zacht. Magda is op zoek naar een feestelijk stoofpotje dat ze kan maken voor kerst, want ze komt eigenlijk zelf nooit verder dan een wild stoofpot. Een wild stoofpot, dat ligt voor de hand, hè. Er is veel wild beschikbaar rond kerst, dus een everzwijnragoet of een hertenragoet, dat past zeker op het kerstmenu. Maar als je toch eens iets anders wilt, dan kun je bijvoorbeeld gaan voor varkenswangetjes of voor een lamstoofpotje met heel veel geurige specerijen erin. Wat ook altijd smaakt, is een visstoofpotje, maar dan moet je wel opletten dat je stevige vis gebruikt. En als je het op voorhand wilt klaarmaken, dan kan je best kiezen voor een stoofpotje waarvan je de saus en de groenten wel kunt klaarmaken, maar waar je net voor het serveren de vis nog eventjes in laat garen, want anders gaat die uit elkaar vallen. Je vindt heel veel feestelijke stoofpotjes op onze website, dus neem zeker een kijkje. Koen vroeg ons hoe lang op voorhand je oesters eigenlijk mag open doen. Voor oesters geldt hetzelfde als voor alles wat uit het water komt, hoe verser hoe beter. Eet ze zeker op de dag waarop je ze hebt opengemaakt, liefst zo kort mogelijk voordat je ze gaat serveren. En je serveert ze altijd op ijs om bederf te voorkomen. Anouk is op zoek naar een feestelijk, maar alcoholvrij aperitief voor de pops in het gezelschap. En ze wil graag iets wat in hetzelfde champagneglas kan geserveerd worden als de gewone champagne. Op onze website vind je een recept voor een iced tea op basis van rozenlimonade, rozenbottelthee en ahornsiroop. Het ziet er heel feestelijk uit. Geen gedoe met ijsschilfers of ijsblokjes. Al staat een framboosje in het glas altijd wel extra feestelijk, maar dat is makkelijk te doen. Wil je graag iets avontuurlijker? Probeer dan bijvoorbeeld eens het tomatenwater van Piet Huizen eruit. Dat is een heel verrassend aperitief. Beide recepten vind je op onze website. Evie wil
wil graag de gasten die niet zo gek zijn van dessert een kaasschoteltje aanbieden, maar vraagt zich af hoeveel kaas daarop moet liggen en welke kazen. Wel, Evi, meestal wordt er gekozen voor een bordje met een 3 à 5 stukjes kaas. Een 150 gram per persoon in totaal is zeker voldoende als dessert. Meestal ligt er op zo'n bordje een kaas met een witte korst, zoals type camembert, brie. Er ligt meestal ook een half harde kaas bij, ook iets meer afsmaakt. Bijvoorbeeld een zachte geitenkaas of zo. Eventueel kun je dan nog aanvullen met kaas met een rode korst en een blauwe schimmelkaas. Vergeet niet er ook een klein beetje rucola bij te serveren, iets zoets zoals confijt en een lekkere cracker. Kathleen houdt van wijn, maar wil niet het hele diner door wijn drinken. En ze zou graag een feestelijk watertje op tafel zetten. Ja, Kathleen, dat bestaat. Of beter, je kunt het zelf maken. Een feestelijk en kruidig watertje voor bij het diner. Ik neem daarvoor gewoon een karaf met koud water en wat plakjes citroen of limoen, of allebei, als je dat graag hebt. Dat kleurt heel mooi in je karaf. En dan doe ik er nog wat kruiden bij. Dat kan bijvoorbeeld met citroenverbena. Maar in dit geval, omdat het kerstmis is en omdat ik dat er een beetje kerstiger vind uitzien, doe ik er rozemarijn bij. Wil je nu echt graag een kersttafereel, dan kun je in plaats van de citroen ook eventueel pitjes van granaatappel erin doen. En het water wordt het lekkerste als het een uurtje heeft kunnen trekken in de koelkast. Dan kunnen de smaken mooi vermengen. Eva vraagt zich af hoe je in godsnaam alles warm kunt serveren als je een feestje geeft. Alles begint met een goede planning. Wat ik zelf doe is een lijstje maken met daar uur per uur op te schrijven wat ik wanneer moet doen. Daarbij moet je natuurlijk rekening houden met de recepten die je gaat klaarmaken. En dan hang ik mijn lijstje goed in het zicht met een magneetje aan de dampkap, zodanig dat ik terwijl ik aan het koken ben daar niet meer over moet nadenken. Ik kan gewoon mijn lijstje afgaan en controleren of ik alles heb gedaan. Zorg er ook voor dat je hulp hebt in de keuken, dat er iemand bij jou is die samen met jou de borden kan dresseren. Maak één bordje als voorbeeld en spreek af wie dat wat juist gaat doen. En verwarm je borden voor, zo krijg je alles lekker warm op tafel. Karin zou graag eens vis maken voor de feestdagen, maar heeft schrik om vis te bereiden voor haar gasten, omdat ze altijd bang is dat die te droog gaat worden. Wel, Karin, je bent zeker niet alleen met die angst. Veel mensen zijn bang om vis klaar te maken. Maar je kunt ook slim kiezen. Je kunt kiezen voor bijvoorbeeld een vispannetje dat je alleen nog kort moet gratineren in de oven. De saus in dat vispannetje houdt je vis lekker sappig. Of je kunt kiezen voor een papillot, waarbij dat het vocht eigenlijk in het pakje blijft. Hè. Dan droogt je vis ook niet uit. Een visstoofpotje behoort tot de mogelijkheden, maar kies dan voor eentje waarbij dat je de vis pas net voor het serveren moet toevoegen, zodat die niet uit elkaar valt. Tine heeft een probleempje met de verschillende generaties aan tafel. De nonkels en de tantes die houden van lekker veel room en volle gerechten, terwijl dat de jongere generatie aan tafel het liever een beetje gezonder heeft. Wel, Tine, ik zou in jouw geval gaan voor een mix-and-match menu. Iets waar je op een klassieke basis begint, maar waar je de rijke elementen apart kunt toevoegen. Zo kan iedereen nemen wat hij zelf wil. Bij het hoofdgerecht zou ik gaan voor een klassieke kalkoenrollade en daar dan zowel kroketjes bij geven als een hippe graantjessalade. En zowel gestoofd witloof bijgeven als een hippere groente, bijvoorbeeld een pureetje van aardbeer of zo. Pieter stuurde ons een mailtje om te zeggen dat hij helemaal niet goed kan bakken, maar toch graag een dessert zou meenemen naar het feest. Wat is een goed dessert voor een baklunch, vraagt hij ons. Wel, Pieter, of jij een kluns bent, dat laten wij in het midden. Maar er zijn ook een heleboel leuke en makkelijke dessertjes die je kunt maken zonder te bakken. Je kunt bijvoorbeeld glaasjes vullen met vers fruit en een beetje merengue, die je zelfs kant-en-klaar kunt kopen, en mascarpone. Door die mascarpone heb ik een klein beetje suiker geroerd en een beetje advocaat om die een beetje smaak te geven. Dus ik doe een lepeltje van die crème in mijn glaasje. Mascarpone met advocaat en een beetje suiker zit daarin. Dan giet ik er een klein beetje coulis van rood fruit over. Dat moet niet te veel zijn. En dan werk ik mijn glaasjes af
met een beetje verse rood fruit. Die merengue die ga ik er gewoon over verkruimelen. En dan werk ik de glaasjes nog af met een mooi aardbeidje bovenaan. En eventueel nog een plukje munt. Zo. En zo heb je een glaasje dat heel snel klaar is en wat toch bij iedereen in de smaak valt. Els vroeg ons of er ook ovenschotels zijn die chic genoeg zijn om te serveren met kerst en die je dus volledig vooraf kunt klaarmaken. Ja, Els, op onze website vind je daar wel een aantal recepten voor. Zo is er bijvoorbeeld een chique hachis parmentier, maar met herten gehakt en met pastinaakpuree. Of je vindt er bijvoorbeeld ook een vislasagne. Dat zijn allemaal dingen die je vooraf kunt klaarmaken en die je alleen nog hoeft op te warmen. Elke vroeg ons hoe het komt dat haar zelfgemaakte kroketjes altijd openbarsten. Wel, Elke, het kan door twee redenen komen dat je aardappelkroketjes openbarsten. Ofwel is de puree te nat, ofwel is het paneerlaagje niet goed. En dus om te voorkomen dat de puree te nat is, giet je best je aardappelen af in een vergiet en je laat ze goed uitdampen vooraleer je ze gaat pureren. Dan voeg je geen vocht toe. Je doet er alleen de eidooiers bij, eventueel een beetje boter, peperzout en nootmuskaat. Goed roeren en dan laat je die puree een hele nacht afkoelen. De volgende dag maak je dan je kroketjes, je paneert ze en daarbij moet je goed opletten dat de kroketjes aan elke kant even goed gepaneerd zijn, want waar er een opening zit, kunnen ze openbarsten en je laat ze nog een uurtje drogen vooraleer je ze gaat frituren. Martine vroeg zich af hoe lang je champagne eigenlijk kunt bewaren, want ze heeft in de berging nog een paar flessen gevonden. Wel, Martine, eigenlijk is de regel dat champagne waar geen jaartal op staat, dat je die nog 1 à 2 jaar kunt bewaren. Staat er wel een jaartal op, dan noemen ze een millésimé, dan kan je die wijn nog veel langer bewaren. En hoe lang juist, dat is een beetje afhankelijk van de kwaliteit van het wijnjaar. Maar de beste raad die wij jou kunnen geven, Martine, laat de champagne niet te lang liggen. Maak af en toe een flesje open, want er is altijd wel een reden om iets te vieren. Zo, dat waren jullie vragen over kerst. Heb jij ook een vraag voor mij? Stuur ze dan naar lekker@libelle.be. Fijne feestdagen!